is fucking vroeg en ik moest naar een of andere elektronica winkel, maar die is dicht. Dus nu zit ik bij de storm. Ik ben zo geen ochtendmens. Het is zaterdagochtend en het is 10 uur. En ik voel me gewoon alsof het 's nachts is. Gewoon midden in de nacht. En al deze mensen zijn al vet actief. Bizar. Nou, ik ben thuis en ik heb even een beugel gekocht om tv op te kunnen hangen. En het wordt zoals het goed is gedaan. Ik hoop ook dat alles meteen werkt en niet dat je fratsen krijgt met geen signaal of iets. Dus dat moet goed komen, hoop ik. Ik kijk trouwens bijna geen tv meer, maar het is toch fijn om dat gewoon even in je kamer te hebben. Want ja, ik zeg niet dat het sfeer geeft of zo, maar het is toch wel, ik weet niet. Even iets als je net wakker bent, even een tv'tje aan. Dus... Mijn kamer is weer heerlijk opgeruimd. En mijn tv wordt zo eindelijk daar opgehangen. Woehoe. We zijn dus mijn tv aan het ophangen. En er komen stukken uit Femke de Muur. En haar tv hangt bijna tegen de grond. Maar dit is super leuk. Ze heeft gewoon zo'n rekje en dan gaat ze al haar kleren aan hangen. En ze krijgt hier een bed. En er komt een klambo overheen. Ja, ik ben jaloers. Volgens mij wordt het een vet leuke kamer. Ze ziet het zelf allemaal nog zitten. Dit wordt mijn lamp. Ja, kijk hoe leuk haar lamp wordt. We hebben even de klamboe van Femke omgewisseld. Die wordt nu opgehangen. Een broodje gehaald bij de slager. En ik vroeg extra mayo. Het is gewoon bijna een broodje mayo. Yummy! Ik stond net hier te eten en er zit zoveel mayo op dat het gewoon op de grond ligt. Mijn tv hangt, alleen ik ben vergeten een kabeltje erbij te doen of op te zoeken, zodat hij aan kan. Dus dat ga ik regelen. Ik heb nog geen tv. Nee, helaas niet. Geen signaal, ik wist het. Ik heb eindelijk gedoucht en Fem en ik gaan zo even naar de IKEA om wat dingetjes te halen nog. Mijn tv wordt als het goed is morgen gefixt, ik hoop het, want ja, nu hangt hij er maar, dat is ook kut. Net nu ik opmerkingen kreeg over de kledingrekken, gaat Femke ze weggooien. En we zijn bij de IKEA! Ze hebben echt mega leuke schoolspullen bij de IKEA, kijk dit. En schattige inpakzakjes. In dat grote magazijn van de IKEA ruikt het zo lekker naar hout. Cheers to myself. Het enige wat ze dus nemen zijn wijnglazen en een dekbed. Nee, een kastje. Oh ja, even ga ik een nachtkastje opzoeken. Zin om elkaar te zetten. Maar dat is heel kut. Leven is er niet. Domme gewoon één keer aan mijn deur. Je kan volgens mij ook bestellen dat ze komen met dat ze het maken, hè? Ja, ik hou niet van wachten. Betaal je wel weer 60 euro meer, volgens mij. Ik wil altijd gelijk hebben. Ja, snap ik. Hier komt de stoelen. Is het mooi? Oh, de stoelen. Ja, nee. Nee, ik zou het ook niet doen. Oké, even vragen aan iemand voor dat kastje. Ja, mooi. Nee. Dit is zo'n vieze kleur. Gadver, wat is dit ranzig? Wat is het ook? Een trapje. En je kan niet de IKEA uitlopen zonder hondok. Wat zij aan het doen zijn is zo fucking ranzig. Ew. De vingers in hun bek? Ja, overal aan die vingers. Iedereen zit hier aan met z'n handen. Iedereen, gadver. Dit was vroeger echt mijn lievelingsnummer. Ja.
kwart over zeven. Ik heb me even omgekleed en ik ga nu richting naar de dorp, want Ronnie heeft daar een show. En ik mag gelukkig wel weer de auto lenen, heel lief van haar. Dus dan kan ik hier snel heen rijden en daarna weer lekker naar huis. Want ik heb vandaag mijn kamer opgeruimd en mijn bed verschoond. En ik wil zo snel mogelijk lekker in mijn verschone bedje. Dit is wat ik aan heb. Shirt van Zara. Broek is van Nikki. Deze schoenen zijn van Nelly.com. En het jasje is ook van H&M. En klaar om te gaan. Ik zit in de auto en ik heb nog niet gegeten. Even mijn hakken uit me. Dus ik ga denk ik... Ja, ik wil gezond doen. Maar langs de weg heb je niet echt veel dingen die gezond zijn of zo. Dus ik denk dat ik even naar de McDrive ga. Even serieus, in de tunnel waar ik nu in ga rijden mag je 50 km per uur. En je denkt dat dat wel hard genoeg is, maar als je het rijdt is het zo fucking zacht. It's not even normal. Even serieus, oké. Nu rijd ik 50. Ik sta nog net niet stil, even serieus. Waarom zeg ik zo vaak even serieus? Even serieus, waar slaat het op? Nee, oké. Even serieus, ik ga het even niet zo vaak meer zeggen, want ik vind het best dom klinken als ik mezelf terug hoor. Maar ik vraag me dus af, sommige mensen gaan gewoon vol gas door deze tunnel. Halen me vet hard in en dan denk ik van, er staan echt gewoon allemaal camera's. Maar weten die mensen dan dat die camera's er voor de sier hangen? Of ik snap dat nooit. Of ze zien het gewoon niet, of ze hebben gewoon scheid. Maar het zijn zoveel mensen die scheid hebben dan, dus dat geloof ik ook niet echt. Oké, wauw. Ik had dus via mijn telefoon berekend hoe lang ik onderweg zou zijn. En dat was ongeveer 40 minuten, dus ik had het iets ruimer genomen. Ik doe er echt maar 20 minuten over of zo, zo wat. Dan ben ik gewoon 40 minuten te vroeg. Ja, daar heb ik geen zin in. Ik haat mensen die te laat komen. En ik haat het ook als ik zelf te laat ben, maar zo vroeg. Ja, ik moet echt 40 minuten gaan zitten schransen bij de Mac, maar dat is ook niet alles. Ik heb zo'n honger en ben nog steeds geen Mac tegengekomen. Oh my god! Als je het over de duivel hebt, hè? Deze weg, 600 meter volgen. Mackie! Oh, lekker zeg. I'm coming for you. Nu de tweede rechts afslaan. Dat denk ik niet. De volgende. De McDrive, gek. Ach, deze lieve oude mensjes gaan ook lekker hamburgertjes eten. Zo schattig vind ik dat oude mensen in de Mac. Ik vind de Mac echt iets voor kinderen of zo. Maar ik vind het echt leuk als oude mensen gaan. Zo lief. Zo awkward, daar zeg je mag naar het volgende raam. Maar er staan auto's voor me. Dus hij keek zo van, joh, ga naar het volgende raam. Maar er staan gewoon vet veel auto's voor me. En nu is hij zijn raampje weer dicht. Dus kan ik lekker over hem lullen. Oh, hier was ik echt aan toe. Mensen. Yummy. Gebeurt dit echt? Het is 10:30 en als het goed is ben ik iets na 11 thuis. Dus dan kan ik lekker vroeg slapen en in mijn net verschoonde bedje liggen. Ik kan niet wachten. Als ik thuis ben ga ik gewoon meteen douchen en mijn bed in. Dus ik ga deze vlog ook meteen afsluiten. Ik zie jullie morgen weer. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Ik ben best wel snel vooruit gegaan met mijn abonnees de afgelopen dagen. En ik wil dus zo snel mogelijk 1000 natuurlijk. Dus als jullie daarvoor kunnen zorgen, zou het hartstikke leuk zijn. Tot morgen. Doei doeg!